Ander nieuws dan, want in Valkenswaard stond vannacht deze auto in brand. En dat was een felle brand, dat ziet u wel. Nou, wat blijkt nu, nog niet zo lang geleden was deze auto ook in het nieuws. Rond de jaarwisseling werd er onder die auto een zelfgemaakte bom gevonden. En dit is dat explosief. Het is een fles met een onbekende vloeistof. Die is vastgemaakt aan een stuk zwaar vuurwerk. Bomexperts die onderzochten het pakket en lieten het later gecontroleerd ontploffen. Ja, vannacht was de auto dus doelwit van een brand. En dit is wat er vanmorgen nog van over is. Onze verslaggever Martijn de Graaf, die was ook in Valkenswaard. De eigenaar van de auto is ontzettend geschrokken door wat er is gebeurd. Na het eerdere incident met het vuurwerk had hij verwacht dat er nog wel wat zou komen. Maar dat het zo snel zou gebeuren, had hij niet gedacht. Vijanden heeft hij naar eigen zeggen niet. Dus heeft hij geen idee wie dit op zijn geweten heeft. De politie heeft vandaag onderzoek gedaan in Valkenswaard om zo aanwijzingen te vinden om de zaak op te lossen.